Rogier Benschop, jullie maken je op voor de thuiswedstrijd tegen Topos van morgenavond. Wat voor duel verwacht jij morgen in het Janmaar Stadion? Ik denk dat wij een duel gaan spelen dat we lekker moeten gaan voetballen. En veel de diepte zoeken. Dat doen zij ook. Maar daar moeten wij ons tegen wapenen. Waar ligt hun kracht in jouw ogen? Ik denk toch wel in de diepte. Ik weet niet of Brian Smeets gaat spelen, maar je ziet in de beelden in de afgelopen wedstrijden dat hij veel diepte pakt en ook veel scoort. Dus daar moeten wij goed op letten. Ja, we zagen inderdaad in de statistieken dat Dogan en Smeets bij volgens mij meer dan 90% van hun goals betrokken zijn als doelpuntenmaker of assistgever. Dus dat zegt wel iets, hè? Ja, precies, zeker. Dat zegt zeker iets. Ze zijn goed bezig en ze schieten ze er makkelijk in, zoals je ziet. Dus dat is aan ons om dat te verdedigen. Je bent zelf in de winterstop overgekomen van PEC Zwolle. Hoe bevalt het tot nu toe hier in Almere? Ja, het bevalt heel goed. Ik ben begonnen bij de belofte, bij Jong. En daar doe ik gewoon mijn best en ben ik lekker aan het voetballen. En nu heel snel eigenlijk al bij het eerste meetrainen en ook debuut gemaakt. Dus dat ging eigenlijk sneller dan verwacht, maar heel blij mee. En ik voel me goed hier. Hey, je zegt het al een beetje, het ging sneller dan verwacht, denk ik, want je speelt, je maakt indruk bij Jong. Je had het niet verwacht om zo snel de stap te maken naar 1? Aan de ene kant, je moet gewoon geduldig zijn en je moet je kansen afwachten. Maar zo snel had ik het nog niet verwacht, nee. Ben je tevreden over hoe het tot nu toe gaat, ook bij de A-selectie? Ja, zeker. Ik ben zeker tevreden. En ik ben blij met de minuten die ik gemaakt heb, waar ik ook gelijk een assist gegeven heb. Dus daar ben ik wel zeker tevreden over. En ook gewoon in Jong ben ik mijn ding aan het doen en ben ik ook tevreden over. Die assist was in de uitwedstrijd bij MVV, waar je inderdaad je debuut maakte. Is een mooie binnenkomen. Ja, zeker. Dat is zeker lekker binnenkomen. Zeker, je bent nieuw in de groep. Dus dan is het altijd lekker om dan gelijk een assist te geven en dat Stijn hem goed binnenkopt. Wat zijn je ambities voor de rest van het seizoen? Ik hoop zoveel mogelijk eigenlijk minuten te maken bij het eerste eigenlijk en mee te trainen. En voor de rest zal ik ook mijn minuten maken bij Jong, waar ik gewoon 90 minuten kan en wil spelen. Dus dat zijn eigenlijk mijn ambities. Ik zat van de week de beelden terug te kijken van Jong, waarbij jij een assist gaf op Ramadani. Dat leek wel een Richard Witsche imitatie. Ja, dat is veel besproken en is erg rondgegaan op social media ook. Dus dat is erg leuk en leuk om terug te kijken ook. En je hoort het nog steeds dat je Richard genoemd wordt, dus dat is altijd leuk. Kun je een klein beetje omschrijven wat voor type speler je bent? Ik ben linksbuiten, met snelheid, een goede voorzet en kan ook een man uitspelen, maar kan ook een voorzet geven zonder een man uit te spelen. Dat is een beetje wat ik doe en waar ik goed in ben. Ik las dat je bij PEC ook nog wel op linksback vroeger hebt gespeeld. Welke positie lig je beter? Ik vind linksbuiten toch wel het lekkerste. En linksback heb ik een halfjaartje bij het eerste dan ook gespeeld. Vanwege blessures en toch veel opkomen met aanvallende kwaliteiten. Maar mijn roots liggen toch wel in linksbuiten en dat vind ik toch wel lekker.